We staan hier op een perceelgraafse klaver. Ik heb de schep in mijn handen. Dat doet me al gelijk denken aan de eerste keer dat ik met de vertegenwoordiger van Vossen het veld inging. We gingen ook echt bekijken de proef met Herberly, wat dat deed met de grond. Dit perceelgraafse klaver heeft voor mij wel een probleemperceel geweest. Het is in het derde jaar van de droogte, dus 2 jaar terug, is het hier het perceel helemaal dood gegaan. Toen het weer begon te regenen heb ik hier een bodemdeskundige bijgehaald van ja, wat is hier nu aan de hand. Nou, we gingen ook weer met de schep bodemprofiel maken. Tot onze verbazing hadden we ontzettend veel bodemleven nog, terwijl we dat helemaal niet verwacht hadden. Nou, dat danken we waarschijnlijk door het gebruik van Herberly, dat dat toch intact is gebleven. We hebben gemerkt dat al aardig gauw een storende harde laag in de grond zat. Ik heb dit nu doorgezaaid met grasklaver, in de hoop dat de klaver ook dieper wortelt en dat het zo minder droogtegevoelig is. Nou, afgelopen jaar was een nat jaar, ging het prima en nu staat het land er ook mooi bij. Nou, omdat de klaver staat, die zorgen voor de stikstofaanvoer. Ik hoef op dit perceel geen kunstmest te strooien, wat natuurlijk in deze tijd met deze prijzen een groot voordeel is. Nou, ik zie de meerwaarde in dat het bodemleven zijn werk blijft doen. Dat de beworteling goed gaat. En ook hopelijk die storende laag doordringt. Dat we dat zo getackeld hebben. En een voordeel van Herberly is, wat voor een betere beworteling zorgt, dat de zoden dichter is. Dat de onkruiddruk lager is. Nou, op perceel klaver is ook heel moeilijk onkruid te bestrijden. Dus vandaar dat het ook wel echt wel meerwaarde heeft voor dit soort percelen.